zie je hem dan staan, hè? Ik heb het dus gemaakt van wilgetengels. Dat komt terug met de schuttingen die we gebruikt hebben. Ik ben ertussen met klimroos aan de gang gegaan. Klimroos in verschillende kleuren. Ik heb geel neergezet en een roze. Dat wordt steeds hoger, gaat er helemaal tussendoor zitten. Maar ja, 's winters is een roos wel kaal. Vandaar dat ik verschillende klimplanten met elkaar ga combineren. En ook dat kan gewoon. Ik heb hier de hedra. Die komt ook weer terug vanuit de hedrarekken die we gebruikt hebben in de tuin. En die ga ik hier achter tegenaan laten groeien. Zodat het zelfs 's winters ook nog groen is. Als je met hedra's aan de gang gaat, zorg er dan voor dat je ze altijd losknipt. Dat je ze niet op deze manier er tegenaan zet, maar dat je ze uitvouwt en eromheen draait. Dat is belangrijk, want dan groeien ze een stuk harder.